Nou, we hebben nog één kandidaat, hè? Rotterdamse Elvis Presley. Ja, de volgende scoring. Nou, kandidaat, dat is niet beslist niet waar, hoor. Nee, nou, joh, geintje. Maar goedenavond, dames en heren. Ik was de eerste en ik zal de laatste ook wel weer zijn, hè? Maar goed, start de band maar, maestro. Nummertje van Elvis Presley. Can't help falling in love. Let it induce your days, you know, no, no, no. Verstandige keuze die je nu gemaakt hebt. Echt super, super. Meen ik serieus. Echt waar. Ik heb voor de rest helemaal niks te zeggen. Dat vind ik erg vet. Toppie, heel goed bij je barsen. Klonk goed, alles goed. Klonk goed.
Nou, alleen maar andere koppen en dan zou ik wel. Nou, weet ik niet hoor. Nou ja, elke keer een beetje leuker. Ja, dat klopt. Ja. Oké. Sterkjes. Maar wees nou maar blij dat ik mijn kijkersport niet aan heb. Wie weet wat dat leuk is. Dat is jij veel. Break free heat. Nou ja. Maar dat geldt niet alleen voor de artiest, maar dat geldt natuurlijk ook voor de geluidsman. Hè? Want die bedankt natuurlijk ook in de theater. Maar Polo weet niet. Ah, kijk, ik ken Peter natuurlijk wel iets langer. Hij is met ons meegegaan naar een artiestenshow. Die hadden we georganiseerd in Turkije. En daar, ik had het net over glibberen. Maar daar glibberen die vrouwen zo in zwembad. Hey. Je stond te zingen, maar die glibberden zo als een zeehond. Boep, zo het water in. Ja, okay. Hij is er aan mijn ene slieren geleden helaas. Maar dat kon nog wel. Hey, maar dat was, daar heb je dat nummer ook gezongen, maar die stonden wel even. Ja, die stonden echt te zonde daar, hoor. Die Turken, ja, dat is... Ik heb daar nooit op, hè. Ja, ik had alle tijd natuurlijk om te kijken. Weet je? Ja. Nee, maar ik vind dit repertoire, serieus, dit repertoire dat is gewoon goed voor jou. Dat is gewoon prachtig. Ik heb nog een paar mooie banden voor jou en die ga ik jou gewoon geven. Ja, dankjewel. Ik heb echt hele mooie opnames. Super, super, super opnames. En die mag jij van mij hebben. Ja, dan gaan we een keertje. Top. Nee, Peter, alles wat gezegd moest zijn, is al gezegd. Het eerste nummer en het tweede nummer, dat past gewoon ontzettend goed bij je. Het tweede nummer wat je gezongen hebt, van Boeien. Kijk, nou hoor je aan dat met je stem niet goed is, maar je kan dus, ondanks het feit dat je verkouden bent en last van je stem hebt, kan je dus met Elvis kan je het wel. En dat valt op. Dat nummer van Frank Boeien ging een beetje mis in. En nu kan je het wel. Dus dan ben je een goed artiest op het moment dat je veel stemproblemen hebt, maar je kan wel een goede performance inzetten. I rest my case. Dankjewel. Trudy, wil jij niet spelen? Hallo of zo? En dank jullie wel, hè? En trouwens, applaus voor Ron ook, hè? Dankjewel. Hey, dankjewel. Mag ik, voordat het dadelijk te laat is, even nog iedereen bedanken die hier heeft. Wil ik iedereen ontzettend bedanken dat jullie al die weken zijn geweest. En dat maakt me heel erg blij. Dankjewel. Maar dat is jullie even wat. Even wachten, mag ik nog wat zeggen? We gaan niet allemaal met lege handen naar huis vanavond. We krijgen allemaal... In ieder geval krijgen we allemaal een mooi certificaat mee naar huis. Ja. Ja, is bezig geweest vanmiddag, dus... Je mag gewoon een kruisje zetten. Ja. Ik zal het alleen bij de laatste, niet, want die deel ik zelf uit. Ik zal ze dadelijk zien. Ja. Alleen de laatste twee moeten zitten met die vijf. De jury gaat hier gewoon in beraad naar. Wij gaan even stoeien naar. Ik kom ook zo. Als je het goed vindt. En ik wil nog een heel groot applaus voor Chantal, die toch elke keer weer hier staat. Met heel veel. We gaan even wat draaien.